Oké, jongens, het is een speciaal moment. Mijn eerlijkheid gaat op de proef gesteld worden. Mijn ook. Die van Mitchell ook. Wat hebben wij hier? Wij hebben hier overheerlijke slagroom. We worden er verder niet voor betaald om deze te gebruiken. We moesten heel snel de winkel in en uit hier in Antwerpen. Het is eigenlijk vrij simpel. Is die hand in beeld? Nee. Tot zo. En wij hebben hier een leugendetector app. Mitchell gaat mij zo meteen een vraag stellen. Als ik die eerlijk beantwoord, de leugendetector gaat bepalen of het eerlijk is of niet, is er niks aan de hand. Maar beantwoord ik hem niet eerlijk, moet ik mijn gezicht hier inleggen en mag hij één keer. Eén keer, ja. En degene die dus het meeste liegt, die krijgt het eerste het slagroom in zijn gezicht. Dus dat is het. Nou, stel mij maar een vraag, Mitchell. Oké. Tot welke leeftijd was jij een bedplasser? Tot welke leeftijd was ik een bedplasser? Ik, 9, denk ik. 9. Toen plaste ik soms incidenteel omdat je lui was, gewoon, hè? Omdat ik lui was. En toen kreeg ik dus ook een luier. En als ik de waarheid spreek, dan zullen we daar achter komen, want dan zegt hij dat namelijk wel. En dan is er dus niks aan de hand. Hij is nu aan het scannen. Scannings. Ik ben benieuwd. Ik ben eerlijk. Er is niks aan de hand. Ik ben volledig eerlijk. De volgende. Heb ik ook een leuke. Heb jij ooit eens een keer luizen gehad? En heb jij die luizen toen per ongeluk of expres doorgegeven aan anderen? Nee, ik dacht eerst wel dat ik luizen had. Okay. Ik ga uitleggen. Ik was op een feestje. Ja. Daar kreeg ik te horen het bed waar ik op had geslapen. Daar lagen alle jassen. En iemand heeft een luis in dat bed gespot. Dus ik dacht dat ik luizen had. Ik heb het gecheckt. Ik had geen luizen. Dat is wat jij zegt. Maar de leugendetector die gaat confirmeren of dat zo is. Dus Mitchell, ik ga... regels zijn veranderd. Als je liegt, dan gaat het gewoon in je gezicht. Want we hebben niet zoveel tijd. We zijn op die fast dingen. Let's go. Nou, spreek je de waarheid. Als je liegt, komt de slagroom in zijn gezicht. Hij is eerlijk. Je bent een eerlijke jongen. Nou, kom op. Volgende vraag. Stel hem aan mij. Wat is de vraag? Zo'n snoepje. Bij die kruidvat gestolen en in de winkel gegeten. Heb jij dat ooit gedaan? In de winkel opgegeten nog? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik weet niet of je de overblijf nog herinnert op de basisschool. Ja. Ik heb eens een keer ben ik van de overblijf ben ik weggesneakt, wat in eerste instantie al niet mocht. En toen ben ik samen met een vriend een challenge gaan doen. En dan hebben we de Chubby Bunny hebben we in de kruidvat gedaan. Dus ja, met die snoepjes? Ja. Nee. Ik hoop niet dat ik in de problemen kom. Nooit doen trouwens, maar dat is wel waar. Nu gaan we erachter komen of dat ook echt waar is. Voor zover ik weet wel, maar misschien zegt dit apparaat wat anders. Ik ben heel erg benieuwd. Hij scant. Kat! Stop met de dop! Niet doen! Ja, de kat is met de slagroomdop aan het spelen. Ik ga de kat er zo meteen even bij pakken. Als ik lieg, dan is de kat getuige van doen een slagroom in mijn gezicht. Waarom ben je de kat uit de boom aan het kijken? Oh my god. Lieg ik? Ik ben weer eerlijk. Kat! En nu... Kat! Kijk hoe eerlijk we zijn, kat! We zijn super eerlijk. Toch, kat? Kat wilt weg. Ik ben allergisch voor katten. Echt? Oh, dat vind ik een goeie. Ben jij allergisch? Nee. Ben jij allergisch voor katten? Nee. Nee? Nou, nu ben ik benieuwd, Mitchell, of dat echt zo is. We gaan het even checken. Nou, Mitchell, leg je vingers er maar op, bro. Moment van de waarheid. Jongen, ik moet dadelijk nog een treinreis terug doen. Ik ben bang dat het in mijn shirt gaat zitten. Hi. Is eerlijk. Oké, ik hoop... Ja, oké, vraag maar. Wat is mijn? Hey. Je bent stout. Je hebt toch gordijnen proberen kapot te maken. Heb jij ooit in je neus gepeuterd en je snot opgegeten? Telt het tot en met je 7e leeftijd mee? Nee, telt gewoon over heel je leven. Ik heb, toen ik heel jong was, een jaartje of 5, 6, is mij verteld dat ik dat regelmatig deed. Maar wat ik ook deed, is slakken eten. Lieg ik? Ja of nee? We gaan erachter komen, jongens. Maar als ik lieg, krijg ik... Slakken eten uit het huis. Ja, ik ben bloedserieus. Zeg maar, toen mensen erachter kwamen, ben ik er gelukkig van weerhouden. Maar ik dacht legit dat een soort van snoepjes waren. Ja, daarom dat zo hij er zo bang voor. Ja, waarschijnlijk wel. Ze is bang dat ik ze opeet. Ik presenteer u de kerstman. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas. Klasse maar. Jongens en meisjes, ik wil jullie ten zeerste... Is dat een Nederlandse zin? Ten zeerste? Ten pijnlijkste. Ik wil jullie ten pijnlijkste bedanken voor het kijken van dit gedeelte van de video. Vond je het leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneer ook even op Mitchell. Hij doet ook leuke dingen. Echt leuk. Hey, ik mag ook een keer bij jou. Echt leuk. Ik wil ook een keer bij Mitchell. Oké, jongens. Ik wil mijn zin krijgen. Niet zo veel. Jongens en meisjes, ik zie jullie zo meteen. Hij doet nog extra. You're crazy, man. Oké, ik heb hier een drone. Iets wat ik nog nooit eerder heb gebruikt. Maar ik ga het vandaag voor de eerste keer gebruiken. Ik heb het net zojuist 10... Ik dacht heel erg dat de camera al kapot was. Oh my god, dat was scheef. Kijk, hij kan buigen. Ik heb hier dus een drone en ik wil die heel graag gaan gebruiken. Ik heb het zojuist geprobeerd, maar dat ging helemaal fout. En daarom heb ik even de camera erbij gepakt. Ik zet hem neer op de grond. Ik heb hem neergezet op de grond en ik ga hem nu connecten aan mijn afstandsbediening. Oké, ik snap het. Kijk, hoe kijk ik dat? Hij snapt er niks van. Oh my god.
Oké, als het goed is, kan ik hem nu dus laten bewegen. Hij gaat echt kei snel, hè? Ik ben echt bang dat ik iets fout doe. Oké, dat ging op zich oké. Wat vond je ervan, Garfield? Maar ik kan hem ook bijna stabiel in de lucht laten hangen. Kijk. Ik geloof echt dat dat kei veel pijn doet als die dingen in je... Oké, rustig. Oké, wacht. Oh my god. Oh. Rustig. Wat gebeurt er? Ik ga nooit mijn rijbewijs halen, want als dit al fout gaat, laat staan als ik in een auto zit. Skip dat. Ah, ik lijk nu alsof ik uit een andere planeet kom. En ik denk dat als ik nu, ik zie alles echt heel erg slecht. Als ik nu dit ding pak, uitkijk dat ik niet mijn hoofd ergens breek. En ik doe nu dit. Rustig. Oké, even. Oh. Ah, Job. Ja, maar... And a half hours later. Voor de mensen die dachten dat de vlog al afgelopen was. Nee, want we gaan namelijk toiletten uitpakken. Dat klonk minder gek in mijn hoofd dan dat het nu klinkt. Ik heb dit onlangs uit een zogeheten mystery box gekregen. En ik heb nog helemaal niet de tijd gehad om het te openen. En vandaag is dat moment. Het zijn toiletten waar schijnbaar verschillende soorten poppetjes in zitten. Leuk. Ik ga eens even kijken wat ik ervan vind. Het is geloof ik best wel prijzig. Dus ik zou het zelf eerlijk gezegd niet kopen. Maar het is gratis voor mij dus. Wij gaan het openmaken. Ik ben benieuwd wat er in de toilet zit. Normaal gesproken is dat Jeyun. Maar misschien is het vandaag wel wat anders. En daar gaan wij achter komen. Gok ik zo. Nice. We gaan beginnen met de allereerste. De allerkleinste. Er viel wat uit. Dus dit is wat erin zit. Een soort van alien. Tenminste, dat is degene die we nu hebben gekregen. Ook zit deze erin. Een soort van tweekoppige enge hond. Ik heb even wat licht erbij gepakt. Want het wordt alweer snel donker. Ik heb nu natuurlijk ook nog het toilet zelf. Je kunt ergens op drukken. Oké, dat is interessant. Let's go, we gaan het even openmaken om te kijken wat erin zit. Oké, jongens, we hebben hier het toilet. Ziet er op zich best wel leuk uit. En nu is het moment dat we de toiletdeksel ervan af gaan halen. Epische muziek. Het lukt niet. Ah. Oké, de eerste is een soort van gekke krab. De tweede is een of ander gek piratendolfijntje. De derde, is een zwarte poes. Die is best wel schattig. En de laatste is een of andere dikke pufferfish. Kijk, ik moet eerlijk toegeven, dit is wel mijn favoriet. Kijk hoe schattig die eruit ziet. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom ik net die grote openmaakte, terwijl ik nog met deze bezig was. Dus let's go. Een mini toilet, bedoeld voor mij. Die grote toilet van net, die was denk ik bedoeld voor Jeyun. Dit zijn degene die ik heb gekregen. Een of andere misvormde mechanische Pokémon met een eenoogige driehoek. Illuminati confirmed. We hebben sowieso een tweekoppige draak en een hele enge soort van spin. En hierin zit er ook nog eentje. Wow! Deze voelt super raar. Voelt een beetje als een soort van snoepje. Het is een soort van Vulpix Pokémon ding met een ooglapje. En deze zat er nog bij. En dat is een soort van... Wow! Het zijn er twee. Wat? Nou jongens, het volgende toilet. Daar gaan we. We drukken dit door. Oké, interessant. Een of andere gekke bever en een papegaai. Leuk. Ik ben geen piraat, maar een papegaai lijkt me wel heel erg leuk om te hebben. Waarschijnlijk gaat hij dan de hele dag Jeyun zitten uitschelden, omdat papegaaien namelijk hun baasje napraten. En Jeyun uitschelden is eigenlijk waar ik me dagelijks mee bezig hou. Nice! Auw. Wow, deze is vet. Dit is een soort van alien. Ik ben echt gefascineerd door aliens en alles wat ermee te maken heeft. Dus I like this one. En deze, wat een soort van overgevende kikker is. Oftewel, ik, wanneer ik te veel broodjes shawarma heb gegeten. Nice. Al met al, best wel leuk. Zoals jullie kunnen zien, heb ik er echt werkelijk waar een hele hoop. En ik hoef ze zelf eigenlijk niet per se te hebben. Dus als je ze wilt hebben, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer en stuur een leuk berichtje. Bedankt voor het kijken. Doei!